Welkom bij Ondernemen Nijrode, een joviale en goed gebekte podcast over business en ondernemen. Voor studenten, door studenten, waarin host en co-host van Nijrode Business Universiteit het verhaal van een ondernemer ontdekken. Let's go! Hallo allemaal, uh, jullie luisteren weer naar de Ondernemer Nijrode-podcast. Mijn naam is Koen van den Berg en ik zit hier vandaag samen met Renske Haafkes en Nick Koedam. Hallo, hallo. Nou ja, Nick Koudam, uh, jonge ondernemer die van uh, 8000 euro een miljoenbedrijf is te maken. En dat allemaal op zijn 28ste. Uh, als ik het goed heb begrepen is jouw idee ontstaan doordat jij uh, goede kwaliteit hemden te duur vond. En dat is waar jij je nu inzet met het bedrijf Nolson. Nou, welkom hier. Uh... Op, in de studio op Nijenrode. Willen de podcast gaat aftrappen met een stelling... studeren of direct ondernemen? Studeren. Ja? Ja. Toch met, wel. Met, uh, met twijfel zeg ik dat, want uh, ik ben een, het levende voorbeeld van deze stelling. Ik wilde zelf meteen beginnen met ondernemen. Uh, ik had een plan in mijn hoofd, Het was toen de tijd best wel vooruitstrevend. Er was een website, waar je, dat heette Onsale Amsterdam... Dan kon je alle uh, sales zien van alle fysieke winkels. Want elke winkel heeft altijd wel een sale. Op seizoensgebonden producten, maar ook gewoon sokken of onderbroeken die dan uh, in een maand die, uh, die zijn dan in de sale. Dus dat wilde ik eigenlijk allemaal samenbrengen op één platform. Uiteindelijk, uh, goed idee. Veel vrienden van mijn vader zeiden: uh, Moet je doen. En uh, ik had uitgerekend wat ongeveer studeren zou kosten. Dus toen heb ik gezegd: van, Weet je wat, uh, maak dat bedrag over op mijn rekening. En dan maak ik er een uh, groot succes van dit uh, idee van. En toen zei mijn vader: van Ja, het is een prachtig idee. Maar ik zal eerst even nadenken of je niet gewoon uh, moet studeren. Mijn vader is zelf chirurg. Dus hij verdient ja. zijn geld ook met zijn kennis. en, uh, en dus uiteindelijk zijn studie. Dus toen heeft hij gezegd: Als je binnen deze. net voor de zomer. niks kan vinden wat je leuk vindt om te doen. dan. Uh, dan. ...ben ik bereid om dat over te maken en dan kun je gaan ondernemen. Maar als je iets vindt, dan heb je ook carte blanche om uh, een leuke studie te gaan doen. En toen? Toen ben ik overal gaan kijken van alle studies, uh, Amsterdamse scholen. En uh, toen uiteindelijk liep ik tegen Nijenrode aan. Toen dacht ik, ja, dit is wel heel erg flex. En uh, weg van alles wat ik geleerd heb, heb ik ook een uh, mooi netwerk opgebouwd. En dat is eigenlijk, denk ik, onbetaalbaar voor wat je in je latere leven gaat doen... En weg van dat heb je natuurlijk tijdens je studietijd ook wel. Uh, je komt uh, zo hier en daar meisjes tegen in ja, de en je drinkt wat bier. Hoe was jij dan uh, tijdens je studententijd? Uh, ik hield wel heel erg van feest en uh, ik heb ook veel uh, leuke dingen ondernomen. Ik had een eigen cateringbedrijf, ja. Ik heb wat uh, dingen verhandeld die ik uh, van Albert Kuip haalde. Dus ik was altijd wel bezig met leuke dingen. Een cateringbedrijf? Uh, leg eens meer erover uit? Ja, dat, dat heette toen Food from the Hood. Dat begon op een, uh, als een Instagram-ding uh, waar studenten inspiratie konden krijgen over recepten die ze konden maken. En uiteindelijk vielen die recepten op, uh, online zo uh, goed in de smaak. Dat ook uiteindelijk uh, disputen en uh, andere bedrijven en ondernemingen mij vroegen om te komen koken. Uh, het is te horen dat je in ieder geval erg ondernemend bent. Wat ik me dan afvroeg is: uh, heb je het gevoel dat Nijrode jou heel veel heeft gebracht uh, uh, voor, ja, tijdens het ondernemen? Zeker weten. Ik denk dat uh, de grootste waarde van Nijrode is uh, het netwerk wat je opbouwt. Ik heb nog steeds heel veel vrienden die ik spreek van Nijrode, maar ook heel veel mensen die ik op zakelijk vlak uh, spreek. Dus vaders van vrienden die, uh, met wie ik op Nijrode gezeten heb, die, uh, die mij helpen met advies en, uh, en nieuwe strategieën. Ja, mooi. Ja, super waardevol lijkt me. Um, wat is voor jou dan de drijfveer om te beginnen met dat ondernemen? Zat dat er van al, vroeger echt altijd al in? Ja, ik ben altijd wel ondernemend geweest. Dus vanaf mijn veertiende begonnen met de handel in uh, schoenen. Op mijn zestiende begonnen met de handel in winterjassen. En uh, tussendoor heb ik ook een Drive in uh, DJ-show uh, gehad. En nu, uh, ja, daartussen, nog die cateringklussen, uh, en nu mijn eigen kledingmerk. En dit was allemaal voor welke leeftijd tot aan dat catering van mijn veertiende tot uh, mijn 22e, echte catering en uh, zo gedaan. En daarna ben ik uh, hiermee begonnen. En Toen was ik uh, ja, ik was net afgestudeerd, dus zes jaar geleden. Ja. 22 was ik. Hoe was dat dan? Want je studeerde, je hield van een feestje en een biertje in een bar zo te horen. En je onderneemt, was een ondernemer. Hoe uh, hield je de balans daartussen op die leeftijd? Nou, toen was het natuurlijk nog niet echt uh, super serieus ondernemen. Het was cateren en uh, dat was meer voor de leuk. Uh, maar een echt bedrijf zoals ik dat nu opgezet heb in de afgelopen zes jaar. Dat valt eigenlijk niet meer echt te combineren met kaartfeesten en... Uh, ja, precies. En alle dingen die erbij komen. Want neem ons even mee. Op een gegeven moment was je afgestudeerd op Nijenrode. En toen, wat ging je doen? Ja, ik, ik moest mijn scriptie nog inleveren toen ik de lancering gaf van Nolson Shirts. Mm -hmm. En uh, gelukkig was die scriptie goedgekeurd en was ik uiteindelijk afgestudeerd. maar Je vader ik... blij? Mijn vader heel blij. <laughs> Met je diploma? Uh, Godzijdank, dacht hij. Het is toch nog gelukt. En uh, ik ook blij, want ik had natuurlijk een mooie bagage. En uh, nou ja, toen ben ik meteen uh, begonnen. En dat was op zich ook een mooi moment om te beginnen, want ik had natuurlijk uh, weinig verantwoordelijkheden. Ik had. Uh, nog geen baan of baanmogelijkheden. Uh, ik kan nog geen offers liggen. Dus het was niet zo dat ik een, een hoog salaris uh, in de prullenbak gooide om te gaan ondernemen. Ik had uh, geen hoge huren. Ik ben eigenlijk meteen uh, al het geld wat ik toen van mijn oma gekregen heb, heb ik in mijn bedrijf gestopt. Dus Hoeveel was dat dan? 8000 euro. 8000 euro mee te beginnen. Ja, en van je oma gekregen. Ik begrijp dat niet iedereen die luxe heeft. Maar hoe kwam dat? Nee, dan? Ja, dat was natuurlijk een bijzonder grote luxe. Maar mijn oma heeft dat voor iedereen, uh, alle kleinkinderen, toen klaargezet. Dus dat was een, 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 zeker een luxe. Ja. Uh, nu was het natuurlijk niet een aanzienlijk hoog bedrag. Dus ik probeer meer eigenlijk met dit verhaal ook andere uh, jonge ondernemers te inspireren. Dat, ik, ik had natuurlijk de luxe dat ik het kreeg van mijn oma maar mocht je het ergens kunnen lenen of via via daaraan komen dan is het dus mogelijk om met een klein kapitaal iets moois op te bouwen en hoe is dat toen verder gegaan want nou ja, je begint dan met 8000 euro uh, dan krijg je een eerste badge binnen en dan ja dan ga je ze proberen te verkopen dat is uh, want, uiteindelijk nummer één neem ons even mee wat doe je met jouw bedrijf wij maken hoogkwaliteit basics voor een eerlijke prijs dus uh, dat begon met uh, overhemden Nolson Shirts. Ik uh, begon met een wit en lichtblauw shirt. Omdat ik het zelf heel lastig vond om een goed shirt te vinden voor een eerlijke prijs. Je had de Zara en de HM. Dat was goed geprijsd, maar meestal slechte kwaliteit. En dat zag er meestal ook te speels uit. Meer op de, de jongeren gebaseerd. Dan heb je even een tijdje niks. En daarna heb je Pro Profomo en de duurdere merken en dat was wel uh, mooie kwaliteit, maar wel heel erg formeel en redelijk duur, 100 tot 150 euro voor een shirt. Dus toen dacht ik, in dat gat ga ik zitten tussen de goedkope en de duurdere merken in een hoge kwaliteit, een kwalitatief shirt voor een eerlijke prijs van 49,95 die je casual en formeel kan dragen. En ja, hoe reageerde de markt daarop? Ja, goed. Het uh, was natuurlijk moeilijk, omdat er zijn heel veel kledingmerken die al iets soort doen. Dus het was moeilijk om daartussen te komen. Dus dat kon alleen door een hele goede prijs te hebben, met een kwaliteit die kloppend is bij de prijs. En een bepaalde manier van het uh, aan de man krijgen. Dus wij zijn eigenlijk redelijk snel begonnen met social media, wat toen... ...redelijk vooruitstrevend was... ...en ook meteen met betaalde advertenties. En zo zijn we de mensen gaan bereiken. Wat ik me dan eigenlijk gelijk afvraag is... ...hoe komt het dat jij het dan wel voor die prijs kan aanbieden... ...en die merken die je zo net noemt... Uh, dat, ...dat hun dat niet lukt? Nou, één, uh, omdat wij een andere strategie hadden. Wij hebben een B2C-strategie... ...dus wij verkopen niet aan retailers. Alles wat wij verkopen, verkopen we direct naar de consument... ...waardoor we de marge ook uh, beter zelf kunnen houden. Mm -hmm. Twee, wij... ...ik moest een kleinere marge behouden Omdat ik in die markt wilde komen van de overhemden van 49,95, want ik wist dat die prijs ging werken. Alles daarboven niet per se, want dan ben je gewoon eigenlijk een kledingmerk wat hetzelfde doet als de rest voor dezelfde prijs. Dus uh, uiteindelijk was het een combinatie tussen iets minder marge nemen en die B2C-strategie. Ja, het klinkt goed. Bijna een beetje te goed, want ja. uiteindelijk best wel succesvol geworden natuurlijk. Begonnen met die 8000 euro, ging dat dan snel? Uiteindelijk ging het heel snel. Ik heb uh, ook deels natuurlijk door Nijenrode heb je een, een netwerk. En ook een netwerk van jongens die overhemden dragen. Dus die eerste paar uh, shirts die waren redelijk snel verkocht. Ja, en dan kom je natuurlijk tegen andere uh, problemen aangelopen. Legal hadden we, zoals jij net zegt, uh, Heniek van Nolton. Uh, Nolson is het. En we kregen toen ook een brief van Nolton Schoenen. Die zeiden, Nolson lijkt oh, oh, oh. te veel op Nolton. Dus toen hadden we meteen een, een legal probleem... waar ja. we met onze advocaten naar hebben gekeken. En, en uiteindelijk... hoe oud was je toen? Ja, toen was ik dus, dat was zes jaar geleden. Dus toen was ik uh, ja, 24 echt goed ja echt nog heel jong en dan kom je wel direct met dit soort dingen aan aanraking heb je nog meer tegenslagen gehad tijdens het opzetten van Nelson niet per se tegenslagen. Ik denk dat je heel veel leert van problemen. Uh, tegenslagen, dat is, klinkt voor mij altijd dat je, dat je in zak en as zit en dat je erbij neerlegt. Dat, dat heb ik niet gehad, gelukkig. En dat is ook niet mijn, mijn, mijn instelling van het leven. Maar ik ben zeker tegen dingen aangelopen dat je denkt, ja shit, daar, daar hadden we even iets beter over na moeten denken. En wat voor dingen zijn dat dan? Nou, één dat legal uh, ding. Nee, normaal uh, is het handig om dan inderdaad even met een uh, merkrechtadvocaat of een intellectueel eigendom... Uh, Adviseur te gaan zitten om te kijken of je het kan deponeren. Um, maar ook wel uh, cashflow-dingen waar je, ja, dat, dat blijft in een handelsonderneming altijd een probleem. Want we financieren drie maanden van tevoren voor totdat de shirts hier zijn en dan pas gaan we ze verkopen. Dus op dat soort dingen loop je ook uh, tegen bepaalde dingen aan. Personeel, uh, belastingen, alles wat daarbij komt kijken eigenlijk. Ja, wat ik mijzelf dan ook afvroeg, Op een gegeven moment ben je natuurlijk mee gaan groeien. Dan ga je personeel aannemen. Vanuit jezelf heb je volgens mij een hele sterke visie en een doel wat je wil en waar het bedrijf heen gaat. Hoe zorg je er dan voor dat nou ja, ook het personeel wat je nieuw in dienst neemt, diezelfde visie uitstraalt en past bij het bedrijf? Ja, dat is een hele goede vraag. De, de, het is best moeilijk om goede mensen te vinden. Gelukkig uh, doe ik dit in, nu al uh, drie jaar samen met uh, Janne en Margen. Dat is mijn rechterhand. Hij uh, kwam bij mij als stagiaire en uiteindelijk uh, klikte dat zo goed dat hij nu ook uh, pre-director is bij mij en dat we samen eigenlijk elke stap uh, doornemen in, voor de toekomst. Samen hebben we dit bedrijf ook groot gemaakt. Uiteindelijk, hoe, hoe zorg je dan dat je die mensen vindt en dat je ze behoudt? Ik denk dat dat een beetje de, de klinkt een beetje cliché, maar de lifestyle is van bij ons werken. Wij uh, werken nette hard, maar we houden ook van feest. Dus het is zo dat als wij een giga Black Friday draaien, dan gaan we daarna bij een prachtig restaurant eten. We vieren het. Uh, we, ja, de, de alle, alle successen blijven niet onopgemerkt. Wat even voor mijn idee, met hoeveel mannen werken jullie nu binnen, binnen het bedrijf? Nu heb ik uh, één fulltimer, dat is uh, Janne, en dan hebben we nog één fulltime stagiair en nog twee parttimers. Oké. Okay. Best nogal klein, of ja, niet super veel mensen, maar wel grote omzet natuurlijk. Precies. Dus dat moet ook resulteren in hard werken en gelukkig. Of noemen we dat work hard, play hard. Ik weet niet of je dat kent. Ik ken het zeker. Ja, leuk. Dus dat is ook iets wat echt bij jullie wordt toegepast. Zeker, ja. En we hebben eigenlijk zo'n klein team omdat we voornamelijk online gefocust zijn. Dus we kunnen eigenlijk nog dubbel zo hard groeien. Dat houdt voor ons in dat we eigenlijk dubbel zoveel labels op een doos plakken. Dus dat is altijd prima te doen nog. Nou, even iets heel anders uh, Nick. Zou je ons mee kunnen nemen in een dag in jouw leven? Zeker weten. Um, nou ja, de, de, een dag van een ondernemer is super verschillend. Uh, nu zit ik hier bij jullie een podcast te doen. Afgelopen vrijdag had ik Talpa over de vloer om een, uh, een YouTube filmpje te maken voor de KVK. Dus dat loopt redelijk uiteen. In principe word ik uh, wakker om 8 uur s ochtends. En dan kijk ik naar mijn prachtige vriendin. En dan zeg ik: Goedemorgen, schat. In <laughs> Amsterdam? In Amsterdam. En dan uiteindelijk dan, uh, race ik naar kantoor. En dan begint eigenlijk een beetje het contact met China. Omdat China dan eigenlijk midden in de dag zit. Dan hoor ik uh, of alle. Productie goed gaat en of dat alles klaar staat. Nu is er toevallig een grote zending wat daar vast zit in China, omdat er daar corona is. Dus daar zijn we nu druk mee bezig. Dan in de middag dan, uh, beginnen we een beetje met alle strategieën voor de marketing. En dan heb ik een aantal calls met uh, marketingkantoren. En daarna is het uh, zaak dat alles op uh, rolletjes loopt. Oké. Okay. En uh, ik hoorde net China en corona. En nou ben ik wel benieuwd. Vanuit Nederland gaat de wereld weer een beetje open voor ons. Maar nou ja, als een uh, kledingbedrijf die over hem de. Produceert en verkoopt in coronatijd, waar mensen gaan thuiswerken. Hoe was dat voor jou? Ja, corona was uh, bijzonder. Ik denk dat als ondernemer, ja, er zijn natuurlijk ook ondernemers die eigenlijk weinig konden doen aan deze situatie en daardoor ook uh, jammer genoeg ten onder zijn gegaan. Maar ik denk voor vele ondernemers was de corona ook een Champions League wedstrijd. Uh, dit was het moment om te laten zien wat je uh, in je mars had. en uh, hoe je kon meeveren met bepaalde kansen en ook met bepaalde problemen. Wij hebben een prachtige winkel aangehuurd midden in die tijd. Er liepen twee duiven open straat. en wij hebben toen uh, een huurcontract getekend. Dat was natuurlijk best wel bijzonder. maar daardoor zitten we nu wel op de mooiste locatie. tegenover het paardje, midden in de pijp. En. Um, ja, we hebben veel creatieve dingen gedaan om toch te zorgen dat de mensen koopte, uh, kochten. En uiteindelijk zijn we giga gegroeid online, wel een verdubbeling van onze omzet online. Winkel, die hadden we aangehuurd, die was even dicht. Maar ja, uiteindelijk is die nu open en merken we dat dat een hele goede zet is geweest. Dus ja, corona was schrikken, maar was uiteindelijk wel een super leuke periode om te zien hoe creatief je nou eigenlijk daadwerkelijk bent als ondernemer. Ja, klinkt goed. Ook leuk om te horen. en... Super knap, natuurlijk, dat ja. jullie zo gegroeid zijn. Wat in een periode dat voor andere periodes ontzettend lastig was om uh, rond te komen. Ja ja, we hadden gelukkig ook net een investeringsronde rond, dus uh, dat gaf ons uh, niet dat we dan lekker op een zonnebedje onderuit gingen liggen en denken van weet je wat, we kunnen het uit allemaal uitzingen. Maar het gaf wel wat meer rust van. Nu moeten we even rustig nadenken. Hoe gaan we nou zorgen hoe we het beste uit deze situatie komen? En dat heeft wel gezorgd dat we niet overhaaste beslissingen gemaakt hebben die misschien Beter hadden kunnen overwogen worden. Dat hebben we niet gehad. Dus we hebben eigenlijk daardoor. Ik denk dat het een, een, een mix was van. Uh, weten dat het er kwam, want uh, ik sprak natuurlijk met mijn Chinese producenten. en daar was het in december al uh, chaos. Dus wij wisten toen in maart. dat ik was de eerste die. Uh, al een aantal tossies in de vriezer had liggen. en uh, dacht: van jongens, uh, riemen vast, want dit wordt nog wat. En in combinatie met die financiering. en in combinatie met de creativiteit en ons kunnen van. Uh, het ondernemerschap. Ja, toch? Maar ergens nog steeds wel een risico, natuurlijk, om het toch te doen. Is dat lastig voor jou als ondernemer om? Uh, Ondernemen is niet te leuk nemen? zonder risico. Dus uh, dat hoort erbij. Dat is een van de dingen die, uh, die je hebt als je naar de kroeg gaat, dan weet je ook, dat het uh, niet altijd even makkelijk is om een vrouw te versieren, maar juist dat kleine stukje risico maakt het juist leuk. Ja, precies. Hey, we hadden ook gevraagd of jij een item mee wilde nemen. Ja. Is dat nog gelukt? Dat is gelukt. Ik heb het om, uh, om mijn pols. Dat oh. is uh, een horloge. Niet een, een duur bijzonder horloge. Uh, die kost iets van 200 euro. Maar die heb ik ooit gekocht toen ik uh, 14 was. En dat was eigenlijk de start van mijn ondernemerschap. Dus toen begon ik samen met een, uh, een maatje van mij schoenen te verhandelen. Die importeerden we uit China en die verkochten we in Nederland. En het verhaal erbij is eigenlijk dat we kochten met onze eerste winst uh, allebei een horloge en dat was dit horloge. Uiteindelijk bleken die schoenen helemaal niet goed te zijn kwalitatief. En toen moesten we al die mensen terugbetalen. Maar ja, we hadden het geld natuurlijk al lang uitgegeven... in de plaatselijke juwelier aan dit horloge. Oh, oh, oh. Dus dat was ook meteen een les van... Uh, ja, als je in de handel zit... moet je wel uh, met bepaalde dingen rekening houden. En uh, ja, dat staat eigenlijk wel... Uh, het, de, nog steeds is het een, 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 een voorwerp wat voor mij... Ondernemerschappen uitstraalt. En uh, gelukkig was het een goedkope les toen. Maar dat was wel meteen een goede les om te weten waar je rekening mee moet houden. Hoe, hoe heb je dat uiteindelijk opgelost met die mensen? Nou, dat was een probleem. want de, Dat maatje van mij zei toen tegen mij: van ja, jij hebt die deal gedaan. Uh, dus jij moet het ook terugbetalen. Terwijl ik dacht: van ja, dat horloge wat je om je pols hebt. die heb ik dan ook betaald. Ja. Dus hoe gaan we dat dan doen? Dus uiteindelijk was dat uh, voor mij ook een van de lessen. dat ik dacht: het, het is nog steeds uh, een van mijn beste maten. En, uh, en gelukkig bleef het gewoon bij een, een zakelijk uh, probleempje. Mm -hmm. Maar vanaf toen heb ik wel geleerd dat alles wat je wil ondernemen, dat het beste zoveel mogelijk bij je kan houden. En dat is ook de reden geweest waarom ik No Search in eerste instantie zelf ben gestart zonder andere mensen erbij. Ja, en die, wat ik me verder nog afvroeg, is dat uh, nou, binnen de wereld, die wordt uh, steeds meer bezig met uh, sustainability. Ja. Um, ja, hoe, hoe doe jij dit met jouw bedrijf? Super belangrijk. Dat is uh, altijd lastig om uh, de, daar een, een grote woorden voor te hebben binnen de kledingbranche. Want de kledingbranche is natuurlijk op sustainability uh, niveau niet per se een branche die heel goed is voor ja. de wereld. Ik zelf als ondernemer vind het wel heel belangrijk dat iedereen... Uh, dat alles wat wij doen wel gemaakt is voor een betere wereld, dus ik vind het ten eerste heel belangrijk dat de mensen waar we produceren zorgen dat het allemaal goed geregeld is, dat iedereen goed betaald krijgt en dat er geen gekke dingen zijn zoals kinderarbeid of dat soort tafereelen. Dat willen wij niet hebben en ik vind dat je dat dat is de verantwoordelijkheid van de ondernemer zelf. Daarom ga ik zelf ook vaak naar China toe om te zorgen dat het allemaal goed geregeld is. En buiten dat hebben we natuurlijk wel een aantal punten waar we wat we heel belangrijk vinden. Alle shirts die wij maken zijn never out of stock. Dus alle shirts die wij produceren, worden ook daadwerkelijk uiteindelijk gedragen door de eindconsument en gekocht. Dus wij hebben geen sale in de seasonal sale of zo, wat zorgt voor overconsumptie. We hebben ook geen seizoensproducten die we uiteindelijk de prullenbak in moeten gooien. Omdat mensen niet meer houden van uh, bloempjes in de boord. We hebben gewoon een, een standaard strak lichtblauw shirt of wit shirt. Um, dus dat zorgt ervoor dat er dat we super sustainable zijn. En buiten dat zorg ik dat wij ook mooie initiatieven hebben. Dus vaste klanten, doelgroep bij ons, die, dat is een grote groep die bij ons koopt. En die krijgen in eerste instantie altijd een mooie doosje erbij. Maar nu hebben ze ook online de mogelijkheid om te zeggen van... weet je wat, ik ken de shirts, ik bestel alleen maar voor de shirts. Dus ik hoef geen mooie verpakking eromheen. En als ze daarvoor kiezen, dan doneren wij een euro aan Regreener. En die zorgen dat er een boom van geplant wordt. Nou, mooi. Mooie initiatief ja, inderdaad. Goed. Ik was wel benieuwd, want je had het net over jullie klanten. Wie zie jij als jullie klant? Zijn dat echt de jonge mannen die net gaan starten met werken? Of... In eerste instantie was onze doelgroep redelijk getarget... omdat ik zelf begon met de marketing op uh, Social Media. De, de jonge man van 18 tot ja, 30 jaar ongeveer. Je zou het kunnen zeggen, de jongen die op de Zuidas werkt. Maar nu zien we eigenlijk steeds vaker dat die doelgroep steeds breder wordt. Dus heel veel mensen bestellen vanuit het zuiden van het land. Den Bosch, Tilburg... Uh, we zien wel dat dat nog steeds de jonge man is, de ambitieuze man die graag in een overhemd loopt in plaats van een t-shirt. Maar uh, nu we een winkel hebben op een A-locatie in Amsterdam, zien we ook heel veel oudere mannen van 50 tot 60 jaar oud. Die er, als je een beetje uh, op je lichaam let, dan pas je heel mooi in onze shirts. En dan is eigenlijk elke man die er goed uit wil zien onze doelgroep. En hoe bereiken jullie deze doelgroep? Want je benoemde al eerder in het gesprek social media. Ja. Blijf je daarbij? Nee, zeker niet. Want social media, dat was in het begin natuurlijk een, een plek waar weinig mensen op zaten. Zoals dat nu eigenlijk TikTok uh, was, wat er opkomt. Maar wij zitten nu op meerdere verschillende manieren marketing te doen. Dus we zitten ook veel in, uh, veel nog op social media, maar ook veel op LinkedIn aan het adverteren nu. Ook op Google aan het adverteren. Ook via affiliate marketing zijn we nu bezig. TikTok nog niet? TikTok nog niet. Ja, dat is lastig. Want. Um, TikTok is niet per se een platform waar je kan pushen met advertenties. Mensen die, die kijken daar toch naar andere filmpjes en zitten daar op een andere manier van entertainment op. Uiteindelijk zijn we wel aan het kijken naar TikTok, maar dat is nog niet voor ons een plek. Dus uh, jouw dans op TikTok voorbij zien komen, dat duurt nog even. Dat denk ik wel. <laughs> Oké. Okay. Hé, hey, wij laten ook altijd iemand van onze campus een vraag inspreken. En vandaag is dat Quentin. Hoi, Quentin hier. Uh, mijn laatste vraag is, mocht ik vandaag nog beginnen met mijn start-up, wat zou dan echt het meest handige zijn om te weten? Alvast bedankt. Hele goede vraag, Quinten. Dat ligt er een beetje aan natuurlijk wat voor start-up je hebt. Want uh, dat is, een, een, zeg maar, uh, waar moet ik op letten voordat ik ga studeren? Ja, het ligt er maar net aan wat je gaat studeren. Als jij... Uh, Rechten wil gaan studeren, dan is het misschien wel handig als je boeken gaat inkopen die wat zeggen over rechten en uh, idem voor als je gaat ondernemen of uh, economie gaat studeren. Als eerste uh, punt kan ik zeggen, wil je een onderneming starten, denk ik dat het heel belangrijk is dat je een probleem oplost met je onderneming. Ik ben niet een kledingmerk begonnen omdat ik kleding zo leuk vind of een, een, een af, affectie heb met houtcultuur. Ik ben dit begonnen omdat ik het zelf heel lastig vond om een goed shirt te vinden voor een eerlijke prijs. Dus ik denk dat elke onderneming die je start, die moet een probleem oplossen. En buiten dat is het altijd hartstikke goed om te beginnen met echt een businessplan te schrijven. Ik heb dat ook gedaan. Het businessplan is wel heel anders geworden dan dat we nu daadwerkelijk doen. Maar het geeft een rode draad binnen je kunnen. En het zorgt ook ervoor dat je een soort toekomstvisie hebt met cijfer, die gebaseerd is op cijfers. En over jouw toekomstvisie, ik ben zelf dan wel benieuwd, waar ben je het meest enthousiast over voor jouw eigen toekomst? Nou ja, er werd mij ook gevraagd van je moet een quote meenemen. Misschien zeg ik dat dan nu al uh, te vroeg, maar. Uh, Ga dat los. <laughs> het, dat is voor mij wel uh, chasing the dream while living the dream. Ik denk dat uh, je moet toekomstplannen hebben. We maken altijd aan het begin van het jaar uh, prognoses die doorgaan uh, tot vijf jaar later. En het is mooi om te zien dat we die prognoses dan uh, vaak halen. Maar wat je vooral moet doen is zorgen dat als je aan het ondernemen bent, dat je ook af en toe stilstaat bij de leuke momenten en de successen. Uh, en niet te veel in de toekomst kijken, want anders wil je alleen maar meer en ben je soms niet tevreden. En dat is uh, belangrijk. Je moet ook een beetje genieten van het leven. Je hebt het dus over prognoses, die gaan tot uh, over vijf jaar. Waar is Nolsen over vijf jaar? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat we over vijf jaar ergens een uh, paar stappen gezet hebben in uh, Duitsland. En toch zijn we ook een beetje aan het kijken: van hoe kunnen we dit uh, verkoop klaarmaken? Dus ik denk dat alles uh, wat uh, professioneler ingezet wordt en dat we ja, op grotere schaal ook interessant worden voor andere partijen. Maar je zegt verkoop klaar. Het bedrijf bestaat nu. Hoeveel jaar? Zes jaar. Jij wil met pensioen. Ik wil zeker niet <laughs> met pensioen. Daar ben ik nog te jong voor. Maar ik heb ook nog wel een paar andere dromen. Ik zou nog een keertje een restaurantje aan de Côte d'Azur willen. <laughs> dat soort dingen. Dat zijn wel uh, dromen. Dan komt die catering weer. Dat leven. is genieten ook wel weer ja. lekker naar Frankrijk, ja, ja. natuurlijk. Precies. Maar dat zijn allemaal dromen. <kwijnt> um, uiteindelijk is het denk ik ook realistisch. Elke ondernemer. Uh, deze tijd heeft vaak ook een exitstrategie op hun prognose staan. En dat hebben wij ook. Dus uh, Ik hoef nog niet met pensioen, maar het is goed om te weten waar je naartoe werkt. Klinkt goed. Ja, zeker. Ik wil je bedanken voor deze podcast. Leuk dat je langs ja, bent gekomen en voor je interessante verhaal. Dankjewel, dankjewel jullie voor jullie tijd en uh, de interessante vragen. Ja, nou Koen, Niek is net weer weg van Nijenrode. Wat vond je ervan? Ja, leuk gesprek. Uh, veel, uh, veel nieuwe dingen gehoord, uh, ook van geleerd, dus uh, ja, mooi. Inderdaad, ik vond het ook een uh, jonge, inspirerende ondernemer. Leuk om te zien omdat hij qua leeftijd niet zo heel veel scheelt met ons. Hoe hij op onze leeftijd was en toen al zo druk was met ondernemen. En nou ja, hoe hij gegroeid is tot uh, met het bedrijf wat hij nu heeft, met Nolsen. En daarnaast, hij vertelde heel uh, expliciet dat hij echt de keuze heeft gemaakt om te gaan studeren. Om te leren hoe je moet ondernemen en niet zozeer alleen voor het papiertje zelf. Misschien dat ik ook leuk om te horen. Ja, klopt. Nou, wat mij goed is bijgebleven, is uh, dat hij uh, zelfs tijdens zo'n coronacrisis heeft gefocust op creativiteit en op die manier uh, relevant uh, beleid. En juist zelfs markt uh, uh, heeft gewonnen. Dus uh, ja, dat vind ik heel knap van hem. Inderdaad, nou op naar de volgende podcast. Yes.